Dit is hem dan, de Utrechtse gasthuis Molenbrug. In april 2014 is de brug op de derde plek geëindigd in de verkiezing Engste Bruggen van Nederland, georganiseerd door energieleverancier Nuon. Daarmee had de brug een opknapbeurt gewonnen om de brug toegankelijker te maken. Nu, anderhalf jaar later, is er nog steeds niks veranderd aan de brug. Omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn en zoveel partijen. En iedereen wil er echt iets heel goeds van maken natuurlijk. Duurt het allemaal wat langer. Volgens mij ligt de actie nu bij de gemeente. De gemeente zegt in een verklaring dat het opknappen van de brug onderdeel is van een veel groter project om de wijk beter leefbaar te maken. Samen met de buurtcomité's worden plannen ontwikkeld om direct de hele straat aan te pakken. Om die plannen te realiseren hebben wij toestemming van ProRail nodig. Zij zijn de eigenaar van de brug. Daarom zijn wij op dit moment druk bezig om het bij ProRail onder de aandacht te brengen. Volgens spoorbeheerder ProRail is het niet moeilijk om toestemming te krijgen om de brug op te knappen. De gemeente moet daarvoor wel bij ProRail aan de bel trekken. Ja, volgens mij is het heel simpel. Pak de telefoon en bel ProRail. Ze hebben directe contacten met elkaar. Ze weten elkaar anders ook te vinden. Nou, en dan moeten we even op de tafel wel zitten van wat is precies de bedoeling. Maar als je bijvoorbeeld verlichting aan gaat brengen en je raakt die spoorbrug, dan begrijpt iedereen dat dat veilig moet gebeuren. Want anders raak je misschien de beveiliging van de brug of het seinwezen. Nou, je kan zomaar niet aan een spoorbrug gaan knutselen. Inmiddels hebben oppositiepartijen VVD en PvdA vragen gesteld. Volgens hen zijn de inwoners van Utrecht nu slachtoffer van miscommunicatie tussen de gemeente en ProRail. Ik begrijp dat er een overeenkomst is die bepaalt dat de gemeente dan verantwoordelijk is voor het onderhoud. De gemeente is sowieso natuurlijk verantwoordelijk voor wat er onder de brug gebeurt. Ja, het is allemaal een beetje ambtelijk bekvechten, lijkt het. Ondertussen blijft de situatie bij de twee na engste brug van Nederland onveranderd. De gemeente zal met plannen moeten komen om de situatie na ruim anderhalf jaar eindelijk te veranderen. We hebben er al drie opgeleverd en de vierde die staat volgende maand gepland. Dus ja, Utrecht is wel wat dat betreft de laatste. Dus wat ons betreft hoop ik dat het toch snel zal gaan plaatsvinden, de uitvoering.